Mijn broertje is in 2001 vermist geweest. En hij is 3 dagen later gevonden en overleden in het Amsterdam-Rijnkanaal. Dus hij is om het leven gebracht. Dat was eigenlijk wel meteen duidelijk. Maar het heeft gewoon heel lang geduurd voordat wij wisten ja, hoe of wat en door wie. En eigenlijk weten we dat 15 jaar later nog niet. U dacht toen, er was een verdachte. Ja. En die is gevlucht naar zijn geboorteland, naar Turkije. Ja. U dacht, dat zal hem zijn. Ja, dat dachten we. En dat dachten heel veel mensen met ons. Helaas, voordat hij echt verhoord kon worden, of tenminste, hij is wel verhoord, maar echt opgepakt kon worden, is hij inderdaad gevlucht naar Turkije. En ja, dan heb je toch nog wel een beetje hoop dat Turkije hem uitlevert. Maar Turkije heeft geen uitleveringsverdrag met Nederland. Dus daar is nooit meer wat van teruggekomen, zeg maar, qua informatie. Ja. En dan is hij ook nog eens overleden natuurlijk. Dus dan houdt het eigenlijk, dat spoor, dat loopt letterlijk dood. Ja. En nu is het toch weer een nieuwe ontwikkeling, een undercover operatie bij een andere moordzaak. Ja. Die zou informatie hebben opgeleverd. Ja. En daar wist u dus eigenlijk helemaal niks van? Nee, nee. Ik had wel van die moord op Yvonne Pfaff gehoord. Want dat is hier redelijk in de regio. En toen werd ik benaderd een week of 5, 6 geleden door een andere journalist. En die zei dus dat hij dus stukken had gelezen, officiële stukken, met de moord op Yvonne Pfaff. Dat daar dus de naam van Marco was genoemd. Dus dat er waarschijnlijk toch wel zijdelings of sowieso direct dat Yvonne Pfaff daarmee te maken heeft gehad. Ja, dat is toen verklaard en gewoon ook officieel in de stukken gezet. Hoe is dat dan, omdat na 15 jaar weer dat er weer iets boven komt? Heel vreemd. Weet je, het is op een gegeven moment, ja, dat klinkt heel raar, maar je legt je erbij neer dat er waarschijnlijk nooit antwoord zullen komen op je vragen. Erbij neerleggen, dat is een soort zelfbescherming. Dat wil je liever niet. Je wil altijd het onderste uit de kan. Maar ja, op een gegeven moment ja, lukt dat niet meer. Alles loopt dood. En dan hoor je toch 15 jaar later iets dat je denkt, hé, hier kan wat mee. Natuurlijk, Yvonne Pfaff is natuurlijk ook overleden. Dus aan twee kanten ja, van vermoedelijke daders loopt het sporen dood. Maar ja, gewoon, je weet ook nooit of er getuigen zijn of mensen die er wat van mee hebben gekregen of betrokkenen zijn, die dan toch eventueel nog denken van, hé, laat ik ook mijn mond eens een keer open doen. Ja. Het zou dus kunnen dat er nog steeds ergens een snipper informatie is van wat er met uw broer gebeurd is. Ja, die is er zeker, ja. Ja. En hoopt u daar ook nog op? Of bent, ja, ik kan me ook ergens voorstellen, u heeft het afgesloten. Het komt nu wel weer allemaal naar boven, denk ik. Ja, het komt wel weer naar boven. Ja, afsluiten doe je het nooit. Dat kan ook niet. Hè. Dat is gewoon, ja, het staat te dicht bij je. Maar je leert ermee leven. En dan wordt het inderdaad een stukje van je leven. En op het moment dat je zulk nieuws hoort, wordt het weer een heel groot onderdeel van je leven. En dat is denk ik wel het verschil. Ja, vergeten doe je het ja, echt nooit. Maar nu is het in één keer weer heel erg op de voorgrond. Ja. U hebt nu deze informatie. Wat gaat u hiermee doen? Wat zijn de vervolgstappen die u wilt? Nou, daar heb ik eigenlijk nog niet, heel dom misschien nog niet eens zo heel erg over nagedacht. Ik was al heel blij dat er wat andere informatie kwam. Het gaf ook een beetje onrust dat wij toch altijd de verkeerde kant op hebben gedacht, zeer waarschijnlijk. Schijnt wel dat die man er ook mee te maken heeft gehad die overleden is. Maar ja, je moet in één keer anders gaan denken. En ja, dan moet je allemaal even een plaatje geven. Dus ik weet ook niet wat ik ervan moet verwachten. Ik hoop gewoon dat er wat meer uit gaat komen. Maar ja, dat hoop ik al 15 jaar. Ja. En dan een laatste vraag. Dan, u hoopt natuurlijk dat er meer informatie komt. Mm-hmm. Maar u had eigenlijk dus al een paar jaar geleden die informatie kunnen hebben. Die zoektocht kunnen starten. Wat vindt u daar dan van? Ja, dat is eigenlijk gewoon te belachelijk voor woorden. Dat is allemaal, staat allemaal in officiële stukken. En toevallig komt er dan een journalist achter. En die legt zelf gelukkig de link. En dan is het balletje gaan rollen. Maar anders hadden wij dat gewoon nooit geweten. Terwijl het gewoon eigenlijk een soort van verklaard is. Ja, je snapt gewoon niet dat dat kan. Dat is echt te bizar.